Maar naast mij staat de man die de nieuwe Surinaamse vlag heeft ontworpen, bedacht, Jack Pinas. Meneer Pinas, hoe hebt u de opdracht gehad voor die vlag? Ik heb geen opdracht gehad voor die vlag. Het is het ontwerpen van een vlag is een prijsvraag uitgeschreven en ik heb deelgenomen daaraan. Dus de kwestie van ontwerpen is enigszins misplaatst. Het is van veel groter importantie dat er een prijsvraag gewonnen is door mij. En toen hebt u een prijsvraag gewonnen. Wat hebt u gekregen toen? Nou, wat ik gekregen heb is deze dag de onafhankelijkheid dat de soevereiniteit van Suriname tot stand is gekomen. Maar was aan die prijsvraag ook een geldsbedrag verbonden? Nee, er was geen geldsbedrag aan die prijsvraag verbonden. Wat er gebeurd is dat nadat de inzendingen, zeker meer dan 200, zoveel inzendingen, ik had er zelf 9 stuks, zijn bekeken. Toen is aan mij medegedeeld dat ik gefeliciteerd word, dat ik de prijsvraag gewonnen heb. Wat ik nog moest doen is dat ik mij bij de heer Aron moest wenden om enigszins te bekijken hoe die vlag eruit ziet. En als ik daar kom, dan zegt de heer Aron, die vlag is wel een mooie vlag, ik feliciteer je, je hebt die vlag gewonnen. Maar er is een beetje een politiek gelieerde ster in gezet. En dat was de zwarte ster. En ik ben van huis uit PNR, dus u begrijpt vanzelf dat enigszins wel schokkend was. In feite is dus geen zwarte ster gekozen vanwege PNR zijn, maar is een zwarte ster gekozen om dus een zwarte ster, om die, het oorspronkelijk ontwerp, om die vlag te binden aan dus de vorige vlag. We hadden dus 5 sterren en ik heb zwart gekozen omdat zwart in de kleurenleer geen kleur is. En dat was natuurlijk voor de heer Aron moeilijk om te accepteren. Toen is daar afgesproken dat ik tegemoet kan komen aan de bezwaren, want wij waren dus de situatie was zodanig gespannen dat iedereen dus die onafhankelijkheid, ook ik, tegemoet wilde. Dan kan ik die ster maken, een witte ster. Omdat die witte ster in feite een verzameling is van alle kleuren. Als u wit zonlicht door een prisma laat gaan, dan ziet u die, net als de regenboog, de verzameling van kleuren. Maar nou is die ster is nou geel geworden. Ja, en dat is afgesproken en tot mijn grootste verbazing natuurlijk, als die vlag wordt gepresenteerd in de Nationale Assemblée, is die ster geel en daar is hij tot wet verheven. Die vlag tot wet verheven. Maar dat heeft men niet met u toen besproken. Daarom juist, dat heeft men niet met mij besproken. En ik heb dus, ik ben bij dus de hijsen van die vlag, ben ik niet op het stadion geweest om te protesteren daartegen. Maar bent u dan toch nog trots op die vlag? Natuurlijk ben ik trots op die vlag, omdat de overige kleuren en de symboliek die daarin verwerkt is, die zijn nog blijvend. Met name is die ster dus een symbool voor één natievorming in plaats van verschillende sterren op één baan. De rode kleur is voor liefde en of vervaardigheid. De witte kleur is voor vrede en vrijheid. En de groene kleur is van onze rijkbodemrijksdommen en onze bodem van Suriname. En dat is dus die vlag nog geworden, met uitzondering van die gele ster. Dat is natuurlijk de taak van de regering. En waarschijnlijk was de heer Vrijmersum hier bij u. Die zou u meer over kunnen vertellen, want heel op het laatst, ik dacht 2 dagen voor de onafhankelijkheid, werd mij gevraagd nog om die vlag te hijsen. En toen heb ik geweigerd en toen hebben ze gezegd, nou dan gaan wij dat moeten doen, die vlag op ons nemen. Dat is het verhaal van die vlag. En dat heb ik gedaan om alvast de kunstenaars, de schrijvers, zodanig te beschermen dat men voortaan rekening houdt met hun intellectueel product. Maar premier Aron van toen had het heel moeilijk, want de oppositie was net eens geworden van oké, onafhankelijkheid. Denkt u dat de oppositie ook invloed heeft gehad op de kleur van de ster? Ja, natuurlijk, omdat je dus kan narekenen. Ik dacht door dat die gele ster bedoeld was voor de VAP, of voor de PSV en de rest, dat waren de andere partijen. Maar ik heb geen vlag ontworpen voor de zittende politieke partijen. Ik heb een vlag ontworpen aan de hand van
de functionaliteit van die vlag, de betekenis van die kleuren. En dat is een schepping. En daar stond ik achter, ja. Ik sta er tot nu toe nog achter. En die vlag, wanneer is die vlag gedrukt eigenlijk? Weet u dat? Nou, die vlag is gedrukt bij Van Dijk. En toen die vlag werd gedrukt, waren we bezig ook voor de organisatie KOB, COB hoofddoeken te drukken. En bij de hoofddrukken, bij het drukken van die hoofddoeken zijn we bij de heer Van Dijk aangekomen. En toen zei de heer Van Dijk, nee, dat is niet die vlag wat jullie drukken. Dat is die vlag. Natuurlijk, we zijn er daarvan geschrokken natuurlijk. En toen hebben we gezien dat daar... En de heer Aaron had beloofd dat hij die ster wit zou laten. Want hij heeft mij gezegd, we gaan een groot televisie Ambara van maken. Maar je hoort nog van me. En dat, de resultaten heb ik daarbij Van Dijk moeten meemaken. Dus u bent bezig om over intellectueel eigendom te vechten vanaf toen? Vanaf toen voer ik strijd voor intellectueel eigendom. En nog steeds is die strijd niet gestreden? Nee, niet hoor, want we hebben nog geen auteursrecht. Maar goed, u hebt het wel vergeven dat het zo is gegaan? Ja, natuurlijk heb ik dat. Wat mij opvalt is, langzamerhand zien we daar gebeuren wat daar die ster vertolkt. Dat de bevolking langzamerhand naar elkaar groeit. En dat vind ik een heel goede zaak. Meneer Pinas, ik bedank u heel hartelijk voor dit namiddernachtelijk uur, voor uw openhartige mededeling over de vlag, waardoor wij het voor de historie ook bewaard houden natuurlijk. Dat heb ik met genoegen gedaan en is geen enkel twijfel meer van wat er precies gebeurd is aan die vlag. Ik ben u daarvoor ook dankbaar. Oké, graag gedaan.